Welkom bij alweer een aflevering van Geubels en de Belgen. Geubels en de Belgen is een programma over het leven en de gewoontes van alle Belgen. En vanavond is het een onderwerp om bij weg te dromen. Vakantie. Vakantie is wat de meeste mensen kennen als die zalig korte periode die veel te snel voorbij vliegt. Of zoals de mensen in het onderwijs zeggen, de helft van het jaar. Tegenwoordig is er een geschikte vakantieformule voor iedereen. Hè? Sommige mensen liggen graag op strand, die kunnen naar Blankenbergen. Sommige mensen liggen graag in hun bloten op strand, die kunnen naar Bredene. Sommige mensen liggen graag in hun bloten op een minderjarige, die kunnen naar Thailand. Om erachter te komen hoe graag de Belgen op vakantie gaan, ben ik erop uitgetrokken om honderden Belgen te gaan interviewen. En hier is al een voorproefje wat zij te zeggen hebben over vakantie. Een droomvakantie is voor mij midden in de natuur. Ook bloot paardrijden en zo. Ja, ik haat dat als puber. Of je weet niet wie dat je tent gaat opendoen. Op een camping, je moet dat gewend zijn. Ja. En die begon ineens te pissen recht op mijn sandaal. Zalig. Natuurlijk, een reis begint met reserveren. Dat is heel belangrijk. Als je verkeerd reserveert, dan is je vakantie verpest. Wij hebben eens in Kenia een hotel geboekt op loopafstand van het strand. Die Kenianen die kunnen dus keiver lopen. Ze hadden ons een kamer beloofd met stromend water. Eén keer hebben we stromend water gehad. Het stroomde door ons kamer en er dreven koeien in. En als er één ding is waaraan dat je zeker kunt zijn dat je niet goed gaat terechtkomen, dat is dat je met een hotelmanager belt en die antwoordt op alles met yes, no problem. Dan weet je, die kent geen Engels. Die kent alleen maar yes, no problem. Als je die vraagt voor een kamer met ingebouwde drillboor en een standbeeld van een wagen in cornet beef, dan antwoordt die nog yes, no problem. Pas op, ik heb eens een gat dat wel Engels kende. Zo'n standbeeld in cornet beef, dat begint wel te stinken na een paar dagen. Maar elke Belg is al wel eens op vakantie geweest om daar dan te denken, verdomme, was ik maar thuis gebleven. Elk jaar gingen we naar Oostenrijk, ook met gezin. Ik haatte dat als puber. Van het moment dat wij instapten in de auto in Antwerpen, werd er een cassetje opgezet met Tiroler muziek. En die Tiroler muziek die bleef aanstaan totdat we in Oostenrijk waren. Lapland. Nooit niet doen. Lapland. Begin september in het zuiden van Frankrijk. Ik ben twee keer buiten gekomen en het was twee keer slecht weer. En dan heb ik gezegd, ik ga nooit meer op reis. Nooit, jongen. Dat we hier mij voorgedragen als zijnde iets heel romantisch. Het is niet het zijn derde, het is dat. Ja, patat, de werkelijkheid was helemaal anders. Ten eerste, het kost heel duur. Ten tweede, ik ben dat gegaan met de kerstperiode. Kerstmis wordt daar zeker niet gevierd, want alles is op pot toe. Mijn slechtste ervaring op vakantie was mijn eerste huwelijksreis. En we hebben eigenlijk bijna alle dagen ruzie gehad. Dat was de slechtste vakantie ooit. Bulgarije. Rendieren. Als ik er vijf gezien heb, heb ik er veel gezien. Hè? Eten, niet speciaal. En geweldig duur en kou. Allemaal lepte gedeprimeerd rond. Die groene schemering, zo, hoe noemen ze het daar, niet gezien. Dat kan je nog met je cola niet over het straat gaan, dat is bevroren. Hè? Die Santa Claus, ben dat gaan zien? Dan wil ik geen liever naar de Walibi, hè? Dan zit ik hier. Hè? Ik ben ook meer een mens om dicht bij huis te blijven. Zo, ik ben hier in Afrika op rondreis geweest. Ik kan u zeggen, ik ben daar niet sterk genoeg voor. Ik heb er ene keer van zo'n beetje water gedronken en ik had 35 verschillende soorten wormen in mijn darmen. En dan moeten ze naar het tropisch instituut met een potje stoelgang. Er is niks gênanter dan dat. Ten eerste ook, waarom zijn die potjes zo klein? Ten tweede, waarom zijn die doorzichtig? Is dat voor het smakelijker te maken? Ik weet het niet. En die dokter die geeft dat dan mee in een doorzichtig seksje. Als je dat gaat terugbrengen, je komt sowieso iemand tegen dat je kent.
Ah, Filip, ga dan naar de dokter? Nee, ik ga naar de bakker, maar ik dacht, kom, ik kak eens in een potje. En dan kan ik dat er laten zien, zeg, voilà. Zo zie je de brood er uiteindelijk uit. Maar voor mij op vakantie gaan, dat is stresserend. Dat zou toch niet mogen? Vakantie is om je te ontspannen. Al die voorbereidingen. Je moet je huis er bewoond laten uitzien. We hebben zo'n oud buurvrouwke, die is heel bang voor inbrekers. En die kwam dan zelf voorstellen om tijdens onze verlof de brievenbus leeg te maken en af en toe de lichten aan en uit te doen om het er bewoond te laten uitzien. Ik zeg, jammer Maria, je moet toch oppassen, want tegenwoordig, die mannen, dat zijn echte professionals. Die kijken ook of dat gras wel is afgedaan. Hè? En of dat de ramen gekust zijn. Ons huis was heel proper toen dat we terug waren. Maar vakantie is voor iedereen verschillend. Wat voor de ene Belg de hel is, is voor de andere Belg een droomvakantie. Voor mij het beste was Turkije en Syrië. Sicilië. Ja, ik heb er nooit geen geheim van gemaakt. Ik zit graag tegen binnen daarom. Ja, s'avonds kunnen we gewoon eten een snikje en een dag. Dat is bij ons vakantie. Dat is bij ons vakantie. Maar niet in de armoede gaan zitten en... Nee, ja. Freddy Armen ook in Saint-Tropez gezeten. Daar ben ik naar hem verhangen. De laatste tijd vind ik goed met een drooi in Saint-Tropez. Een doelvakantie. Ik ben een doeltype. Ik moet beweging hebben. Een verlof draag ik altijd dus een hemd, gecombineerd met een cravat. Dan draag ik dus ook een short. Huh? Ik wil gaan raften op een rivier, ik wil gaan parasailing door. En dan sandalen, maar nooit op blote voeten. Altijd ook met een gecombineerde sok, maar meestal kennis. En dan ook bloot paardrijden en zo. Ik heb Ibiza denk ik een jaar of 10 gedaan. 10 maal Ibiza. Heb ik ook van genoten. Feesten, feesten, feesten. Drinken, drinken, drinken. Als we op verlof zijn, dan ga ik soms alleen weg. Hè. Ik ben een geweldige fan van lijnbussen. Hè. Ik had een eigen vliegtuig. We hebben de reis rond de wereld gemaakt. We hebben op de Noordpool gezeten. We hebben op de Zuidpool gezeten. En natuurlijk, wij zijn Disney freaks. We hebben een jaarabonnement. Dat is geen haat, dat is geen nijd. Dat is een mooie wereld. Het enige spijt is dat er zoveel kinderen rondlopen. Hè. Het is toch een kentje van de Nugo dat we nog niet kenden. Wij gingen vroeger met ons gezin altijd met de auto op reis. En wij gingen dan, zoals de meeste Belgen, tanken in Luxemburg. Onze pa maakte daar een erezaak van om juist zoveel te tanken dat hij met een lege tank in Luxemburg aankwam. Om daar dan in het eerste tankstation vol te tanken. En meestal geraakten we dan juist tot aan het laatste tankstation van België. Juist voor de Luxemburgse grens, het tankstation van Virton. Het tankstation van Virton, daar moesten alle losers die niet tot in Luxemburg waren geraakt, gaan tanken. Dat was het tankstation van de schaamte. Onze vaal die stond er dan blijtend zijn auto vol te tanken. En ik met mijn broer een pesten. Hè. En vroeg mijn broer zo van... Wat zou de naft in Luxemburg eigenlijk kosten? En dan zei ik, ja, dat zullen we straks zien als we voorbij rijden. Hè. Die lange autoreizen, echt, ik heb er trauma's van. Ons moeder zat dan altijd sandwiches te smeren van voor. Onze pa kwaad op de cassettespeler, want zijn cassetje was weer ingeslikt. En ik moest heel een tijd naar het toilet. Ik moest eens kei dringend gaan kakken, midden op de periferiek in Parijs. Ik zeg, pa, stop nu. Ik moet nu naar het toilet. Nee, jongen, dat gaat niet. We zitten hier midden op de periferiek. Ik kan hier niet stoppen. Ik zeg, pa, stop nu. We moeten nu stoppen. Ik moet nu naar het toilet. Nee, jongen, dat gaat niet. Ik kan hier niet stoppen. Ik kak heel die achterbank onder. Onze pa die gooit alles dicht op de pechstrook. Wat doe jij nou? Ik zeg, al na kun je niet eens wel stoppen. Maar daarom ga ik nu nog altijd liefst op vakantie in eigen land. Moesten we nu weggaan, zou ik... Allee, Maurice misschien ook.
de zee kiezen. Je kunt dat lekker eten en ik eet heel graag garnalensalade. Schoef je ozon ook in. Dat deed ook iets, die lelijkheid. Allee, van Blankenberg naar ik tegen Rambreurs en die dijkstof vol, maar ja, dat deed wel iets ook. De zee is wel oké. Allee, ik zou willen naar de zee gaan, maar mijn wij er helft niet. Ah, wel, zie dat? Ik ben de zuster zei bij mij, dat is just van hetzelfde. Ik zou ook eens keren naar de zee gaan, maar mijn man zei, wat kun je daar gaan doen? Wandelen, nee. Gewoon genieten. Een terrasje gaan doen, een babbel gaan doen, een goeie mop vertellen. Ja, de zee doe ik het meest, maar eigenlijk vind ik dan wel wezer. Dardenne, de zee is te groot. Zeker Dardenne niet, want er valt helemaal niks te beleven. Gaan kajakken, afwet van de lessen. Auberge de la Ferme in Rochaux. Als je daar geblinddoekt daar zetten, dan ga je nooit geloven dat je in België zit. Dat is een diepte, 180 meters diep, die zo mak kronkelt zich in de lus. Dat is dan wel België, maar ik vind het wel schoon. Ja. Ik ben geen Dardenne mens. Die mensen zien er allemaal zo nors uit in Ardennen. En de inteelt van die mensen daar, vind ik zo in die dorpen, dat is allemaal zo inteelt. Ik denk dat die best even niet meer in Ardennen op verlof gaat. Ik ga heel graag naar de zee. De kust dat heeft voor mij nog altijd echt een speciale aantrekkingskracht. En het grappige is, de mensen blijven klagen over slecht weer aan de kust. Dat is precies altijd de eerste keer dat slecht weer is in de geschiedenis van België aan de kust. Vergeten die dat of zo, dat dat elk jaar hetzelfde is? Dat zijn echt mensen die dat in een croque-monsieur open doen en denken, allee, zie, dat is met kees en esp. En wij wilden altijd voetballen aan de zee. En dan moesten we in zo'n kraampje op de dijk een bal gaan kopen. Dat snap ik nog altijd niet. Welke sadist verkoopt er aan een kust, waar dat continu 200 bofoor waait, alleen maar van die lichte ballen en zo van die lichte windballen. Ik weet niet of je dat al eens gedaan hebt, gevoetbald aan de zee, maar dat houdt u zien dat je in Middelkerken op zo'n bal stamt en dat je er kunt achterlopen tot in knokken. Maar ja, dat houdt ook niet vol. Die winkels worden er stinkend rijk van, hè. Die verkopen hun ballen in Middelkerke en s'avonds gaan die gewoon opscheppen in het zwien in knokken. Oké, eerlijk toe, het ergste dat er kan gebeuren als je aan de kust zit, dat is wel slecht weer. Wij waren eens op vakantie, als ik 12 jaar was, denk ik, 2 weken aan de zee. Het heeft 2 weken geregend. Het was er zo grijs dat onze pa een bruine tape op de raam had geplakt om te zien waar dat de zee stopte en dat de lucht begon. Het was er zo grijs dat je de bommen zelfs niet meer zag lopen. En slecht weer onder zee, dat gaat in 3 fases. Hè. De ontkenningsfase, de fase van de gezelschapsspelletjes en de zelfmoordfase. De meisjes die blokken daar ook allemaal zo hoog. Eerst is er de ontkenning. Als ze 6 dagen goeie weer voorspellen, dan zeg je, yes, het gaat nog 6 dagen goeie weer worden. Als ze slecht weer voorspellen, dan zeg je, zoveel op voorhand kunnen ze dat niet weten. Dan de gezelschapsspelletjes. Dan begonnen we Monopoly te spelen, te kaarten. En dan begonnen we ruzie te maken. We begonnen ons moeder er altijd Afrika bij te halen. In Afrika zouden de kindjes blij zijn met je spelkaarten. In Afrika, de kindjes zouden blij zijn met een appartement aan de zee. Dat ik dacht, wel, nee, die hebben geen appartement nodig, het is er wel goed weer. Dagen al een stuk, domino, stratego, monopoly. Op den duur, om tijd te rekken, waren wij zeeslag aan het spelen zonder boten. C4, nee. Nee. En als het slecht weer is, is er altijd op heel dat leeg strand één familie die dat er wel gaat liggen. Het mag waaien en regenen wat dat wilt, die blijven volhouden. Het is vakantie en we gaan ervan genieten. Die familie, dat waren wij. We hebben er kou gehad. We waren crème glace aan het eten om het warmer te krijgen, echt waar. Op een deur waren wij geen zandkastelen meer aan het bouwen, maar iglo's ontmensen. Onze vader die probeerde een windscherm op te zetten. Mijn broer is ermee naar Engeland gevlogen. En natuurlijk, na 1,5 week was onze pa, juist gelijk als iedereen aan de kust, dat kotsbeu. En zei onze pa, fuck it, we gaan naar huis.
En dan zaten we in de auto naar huis. In de file. In de plakke zon. Zonder nog maar een flesje water. Dat ik tegen ons moeder zei, maar volgens mij hebben we het nou exact gelijk de kindjes in Afrika. Tot ziens. Welkom terug allemaal bij Geubels in de België. We hebben het vandaag over de vakantiegewoontes van de Belgen en één van de vele dingen die de Belgen toch onderscheidt van de Hollanders, dat is dat we een ander gedacht hebben over kamperen. Ik ben de eerste keer gaan kamperen toen ik 22 jaar was. Dat was met mijn vrouw. En dat zou dan romantisch moeten zijn. En al is seks gehad in een tent. Heel de camping weet het, hè. Want uw tent stopt precies als enigste 2 minuten in een storm. Als je per ongeluk een lampje aanlaat, heeft heel de camping een prachtig schaduwspel. Ik heb eens een kindje in de tent naast ons horen zeggen, mama, kijk, die madame van hier naast is een baguette aan het eten. Ja. Die was nu wel een baguette aan het eten. En koken op een camping, ook romantisch, hè. Een blik ravioli laten aanbranden op zo'n gasvuurtje. En je moet er dan heel een tijd zo vuur zitten. Je ballen zijn rapper gebakken dan uw stek. Uiteindelijk eet je dan een pak frieten en je drinkt een fles sangria. Je kruipt dan zat in uw slaapzak om dan 's morgens om 6 uur veel te vroeg wakker te worden, want het is al 275 graden in die tent. Je denkt, jongens, ik kan hier niet in blijven liggen. Als ik hier nog 2 minuten blijf liggen, dan ga ik dood. Ik kan hier, ik moet hier nu uit. Nog 1 seconde en het is gedaan met Philip Geubels. Dit is onmenselijk. Ik moet hier nu onmiddellijk uit die tent. Je kruipt uit uw tent en dan zitten we een buurman al klaar voor zijn caravan. Goedemorgen, buurman. En dan denkt hij, ja, ik kan nog een beetje in mijn tent liggen. Veel campings hebben zo'n naaldboom en dat valt dan zo in spaghetti dat maken zij dus op dat vuurtje of dat zit zo in je broek zo. Ah. Je moet naar de douche wandelen, je moet naar de wc wandelen. Ach, nou, dat is eigenlijk niet zo leuk dat je zo moet wandelen. Het gedachte alleen maar dat jij staat te douchen en aan die kant en aan de andere kant staan ook mensen te douchen, dat vind ik gewoon vies. Op een camping, je moet dat gewend zijn. Ja. Of je weet niet wie dat je tent gaat open doen. Nee. Ik heb liever een deur die ik op slot kan doen en weten wie dat er binnen mag en wie niet. En als ik vrij, dan vrij ik graag dat niet heel de camping het wordt, hè. Nee. Ik was hier wakker gekomen omgekeerd in mijn slaapzak. Hoe dat ik dat heb gedaan, echt geen idee. Maar als je wakker komt en je zit zo volledig vast in je slaapzak, oh jee, ik was zo verschoten, nee. Als je in Namibië de lodge Little Kalua kunt kamperen noemen, oké. Okay. Maar dat is dan een ander comfort. Nee, ik vind dat iets voor marginale mensen, kamperen. Nee, ik vind dat heel tof. Ik vind dat tof dat het principe dat je je huisje kunt zetten waar je wilt. Ja, als het echt goed weer is, is dat zalig, hè. Dat was echt snikheid. Wij sliepen, hè. En die in een boxer die lag voor dat bed. In één keer. Pssst. Laat hem daar een doef, een prot. Ellendig. Want dat kan ik u verzekeren. Een bokser die prot, dat was om dood te vallen. Je hebt duidelijk nog nooit met mijn vrouw in een tentje gelegen. Dat is echt een concept dat ik niet snap. Kamperen. Thuis heb je alle comfort. Je hebt een goede wc op zo'n camping. Dan moeten ze met dat wc-rolletje heel die camping over. Iedereen ziet dat je gaat kakken. En als je dat niet meepakt, dan zien ze het op de manier waarop dat je terugloopt. En veel van die campings hebben zelfs geen wc-bril. Hè? Dan zeggen ze, ja, dat is voor hygiënische redenen. Ja, pak dan de pot ook weg, hè. Dat hebben ze in Frankrijk gedaan. Zo'n Franse wc, dat is de enigste wc waar je tegelijkertijd in het toilet en in je broek kunt kakken.
En daar noemen ze dat zelf een toilet Turk. Dus die steken dat zelf op de Turken, hè, die smijlen. Italianen, dat vind ik heel leuk om er te zien. De mannen en de vrouwen. Hè. De mannen zijn knap en de vrouwen hebben schoon kleren aan. De Fransen, ja, die hebben een aangeboren elegantie, vind ik toch. Spanjaarden ook wel, jij nog. Een nationaliteit dat ik niet graag vooral in groep tegenkom, zijn Duitsers en Engelsen. Maar een Duitser alleen is ook al luidruchtig. Last van Duitsers? Ja, toen we op reis in Duitsland zijn geweest, er waren er wel een paar. Die drinken maar in die domme, ze zijn blij dat ze in congé mogen. Schwein en raad, maar helemaal veel liters. En... De Duitsers vertellen we mij ook goed, hè. Die, ja. Die zitten ook rap in de sfeer. Een Duitser is luidruchtig, maar een Rus is nog grelliger. En zeker als hij hem gezopen heeft. We mogen niet direct etiketjes gaan kleven, maar bon, ze hebben geen klasse, ze hebben geen stijl, ze hebben... Geen uitstraling. Die zopen voordat ze moesten gaan duiken. Ja, ik had er persoonlijk niet veel last van, maar blijkbaar stierven er wel elk jaar twee of zo. Ik denk dat dat als er een gordijn is, met dat gevallen. Er zijn de muren gordijn. Dan alleen die mijn geboorte en die niet op veel geld. Hè. En dat willen ze laten zien. En die vrouwen? Het stonden nagels, beeldschoon. Zo'n decolleté. Het zijn allemaal echt prachtvrouwen dat die bij hebben. Zo'n lelijke, dikke mannen. Russen zijn zeer aangename mensen. Het is toch raar dat er niemand iets over Hollanders heeft gezegd. Kan natuurlijk niet, hè. Een Hollander die weet dat altijd beter. Hey, je hebt Hollander die daar hun patatten meenemen naar Italië. Dat is het ene kathedraal staan te pist. Zeer luidruchtig. En dan proberen die de overschot nog te verkopen. Je ziet dat al van ver, vind ik. Dat is er een. Die maakt ongelooflijk veel lawaai. Een arrogante Hollander. Ze zijn al luidruchtig, hè. Blaaskaak en dikke nek. Die denkt dat hij met is. Veel lawaai maken. Het zijn arrogante rekenen. Zo'n leuke mensen, hè. Die hebben zo'n mening over iets of zo. Je kunt een goeie Hollander ook tegenkomen, hè. Dan denkt hij wel, het is geen echte. Geen echte Hollander. Maar dat is toch echt typisch België, hè. Wij haten Hollanders op vakantie. En wij durven dat er niet tegen zeggen. Als je op vakantie vertrekt, onderweg zijn ze een hele tijd bezig. Verdoemen er gewoon Hollanders zijn. Hè. Je wou het zien, er gewoon Hollanders zijn. Verdoemen er gewoon Hollanders zijn. Hè. Dan komen er aan. Natuurlijk zijn er Hollanders. Wij zijn daar een hele week kei beleefd tegen. En dan rijden wij naar huis. Godverdoemen, die onnozel Hollanders. Hè. Ja, en die Hollanders rijden naar huis. Oh, dat waren weer sympathieke Belgen. Volgend jaar terug. Maar Belgen haten gewoon iedereen op vakantie. Hé, lawaaierige Engelsmannen, dikke Duitsers, luie Spanjaarden, Luxemburgers. Terwijl we zijn zelf geen haar beter. Een Belg verliest zijn goede smaak op vakantie. Ik heb in Frankrijk eens staan aanschuiven achter een Belgische madame van in de 50 met alleen maar een badpak en een blouse. Dat is alles. Dat doet toch niemand in België, hè? Toen hij moest betalen, ik durfde niet kijken waar die rapporten van... Ai. Er is toch ook niks lelijker dan zo'n dikke vent in een speedo en een iets te lange t-shirt erover. En die gaan dan zo op restaurant. Ik vind dat je op restaurant minder aan het aan de tafel, dan moet je niet bediend worden. Je hebt ook altijd van die mensen die kei fier zijn dat ze niet toeristische dingen hebben gedaan. Oh ja, we hebben er allemaal niet toeristische dingen gedaan. Wat zitten dan gaan doen? Zitten er in een fabriek gaan werken? Je wordt ook altijd gefopt als toerist. Zelfs als je op een eiland zit waar dat niks te zien is, dan vindt je een toeristische dienst wel iets uit om te gaan bezichtigen. Like ruïnes. Ruïnes. Dat slaagt toch op niks? Dan redden dus een uur ergens naartoe in een bus vol dikke Duitsers, irritante Hollanders en Luxemburgse Luxemburgers. Dan stopte ze bij een afgebrokkelde muur en dan zegt die gids... Hier stond vroeger iets. Nu niet meer. Nu is er eigenlijk niks niet meer te zien. Maar vroeger... Dat was nogal wat, jongens. Ja. Ja, nu is het gewoon een kapotte muur eigenlijk. Maar vroeger, dat was hier iets. Hè. Nu niet meer.
Als die dan rondkomt met zijn potteke, ik geef die altijd zo een vervallen briefje van 100 frank. Ik zeg hier, dat was vroeger was dat iets waard. Hè? Nu niet meer, hè? Maar vroeger. Maar gelukkig is zo'n eiland waar dat geen bal te zien is, meestal dan toch nog volgebouwd met all-in hotels. Ik heb al dikwijls all-in hotels gedaan in mijn leven. Ja, je hebt er alles, hè. Ik blijf hier in het hotel. Ik wil hier rustig in mijn stoeltje gaan zitten. Wat van de zon genieten. Is af en toe eens in het zwembad duiken. Dat zijn eigenlijk bijna lachbatterijen, hè. Kippen, die zitten erop gesloten, ja. En meestal moet ik ook eerlijk zeggen, is dat wel in orde, hoor. Dat wel. Ik heb altijd al gettig en zo ijsjes kunnen eten tussen 4 en 6 gratis. Dan krijg je meestal een bandje rond je pols. En dan mogen we eten en drinken à volonté. Voor mijn whisky koken, dus het mag, hè? Oh, nee. Dat was de plaatselijke whisky, de plaatselijke raki. Er was een onderscheid tussen de blauwe bandjes en de rode bandjes. Een blauw bandje. Ze pakken hier een pistolet, ze bijten daarvan, ze smijten aan de rand van het zwembad. En jij zin in 3 pistolekens, 4 boterhammen en nog een schelletje kaas en nog hesp. Als je juist aan het zwembad ligt, dan komen ze halen van de animatie. Maar kom, doe maar mee. Oh nee, daar word ik gewoon een oezel van. Het was een clubdance, zo'n 12 uur. Hey, maar dan weet ik het niet meer. De Sunny Holiday, en dan moesten zo... Ja, echt, dat was een plezant liedje wel, zeg maar. Zo animatie gezin ben ik niet. Nee. Dan zijn we ook op een quad gaan rijden. En dan een stukje dan op de dromedaris ook. En met een sloffie laat, met een sandaal. En dat viel net onder die dromedaris en die begon ineens te pissen recht op mijn sandaal. Zalig. Er is toch niet zaliger dan een weekje zo niks doen in een all-in hotel. Zo met vrouwen in school bijpraten, lekker romantisch, alleen met elkaar. En je haalt dat ook als er zo mensen afkomen van Huurse, nog België. Je denkt, nee, laat ons gerust. En de eerste dag zit op restaurant met een fantastisch buffet te lachen met al die mensen dat ze zwijgend tegenover elkaar zitten. En de volgende dag zitten zwijgend tegenover elkaar, maar je trekt je nog op aan dat fantastisch buffet. En dag 3 weet je niet wat je het meeste beuze, je vrouw of weer al dat fantastisch buffet. En dat is meestal het moment dat je zelf hoort zeggen tegen de tafel ernaast: Huurse, nog België. En je denkt dan: kom, ik ga nog iets proberen te maken van die vakantie. Dus je zegt tegen je vrouw: zou je ervan zeggen om zo eens een kamelentocht te gaan doen? Ah, oh ja, fantastisch. Ik zeg, kago, dan kan ik nog wat aan het zwembad liggen. Maar één ding haat ik, en dat vind ik echt verschrikkelijk. Mensen dat zo hun handdoek al over de stoel gaan leggen 's morgens. Oh, als ik dat zie, ik leg mijn handdoek er gewoon over en ik kan daarop liggen. Zo is er eens een dikke Duitsers tegen mij komen zagen. Ik zag hem al van ver aankomen. Hij was zo wat ontwijfeld. Ligt hij nou op mijn stoel of niet? Dus ik vraag in mijn beste Duits van... Hela hola ieder. Wist u het was verloren? Ja, mijn handdoek. Ik zeg, ja, ik dacht in de Tweede Wereldoorlog. Die begint er van zijn tak te maken, want ik lag op zijn stoel. Ik zeg, ja, waarom? Ja, ik had mijn handdoek erover gelegd. Ik zeg, ja. Ik zeg, wat u eigenlijk wil zeggen is, als je een handdoek ergens overlegt, dat het dan van u is. Ah ja, zegt hem, natuurlijk. Ik zeg, ja, dan is uw handdoek ook van mij nu. En op vakantie kan er één ding gebeuren. En als dat gebeurt, dan weet je dat uw dag naar de kloten is. Als uw vrouw de zin uitspreekt, gaan we eens naar het stadje zien. Om gezellig langs de winkeltjes te gaan. Het probleem is, je zit op verlof, dus je kunt niet zeggen dat je geen tijd hebt. Al die winkeltjes zien er hetzelfde uit. Je koopt in de eerste winkel een hoedje, hè, tegen de zon. Je biedt dan wat af, naar 5 euro. Je denkt, yes, dat heb ik goed gedaan.
Twee winkels verder ligt hetzelfde noetje voor €2. Het plezantste vind ik, als je zo naar het stadje gaat, dat is om zo die opdringerige verkopers te pesten. Als die zo komen aandringen om iets te kopen, hè, dan moeten opbieden. Dan ontploft er iets in die een kop. Die verwachten dat niet, die kunnen dat niet aan. Dan is oh maar. Ja. Als er dan zo iemand afkomt met parfum van Chanel nummer 5 of, of zo neemt van Ludo Bos voor €10, dan zeg je €20. Oh nee, sorry meneer, dat is niet de bedoeling. En dan zeg je €30. En jonge meneer, je snapt het niet, dan zeg je €50. Ja, oké, €50, oké. En dan zeg je, ja nee, daar kan ik het thuis ook verkopen. We hebben eens ooit na een vakantie in Kreta de pech gehad dat ons vlucht overboekt was. Dan beginnen die van de maatschappij zo te vragen aan die rijwachtende mensen van wie van jullie moet het dringendste in België zijn. Natuurlijk, iedereen begint zich daaruit te lullen, want niemand wil 6 uur wachten op een vliegveld op de volgende vlucht. Maar wij stonden al helemaal van achter, samen met nog een ander koppeltje, 2 oude mensjes van Kreta zelf die duidelijk nog nooit hadden gevlogen. En er waren nog maar 2 plaatsen vrij. En dat oude manneke die begint daar echt. Yes, but my first grandson is born and we have to be there for the baptism of the baby. My wife has to hold the hand of the baby while the priest is baptizing him. We have to be there tonight. It's very important. She's the godmother. Heel die rij mensen stond daar met tranen in hun ogen aan te luisteren. Ik dacht, ja, op zo'n moment kun je nog maar 1 ding zeggen. I have cancer. Ik ben ook geren op tijd thuis, hè, jongens. Dit was het weer voor deze aflevering van Geubels in de Belgen. Ik dank nederig alle Belgen die gekeken hebben vanavond. Ik onthoud vooral dat er niks romantisch is aan kamperen en dat Hitler beter gewoon zijn handdoek over Polen had gelegd. Tot volgende week. Ik moest eens naar de VDAB. Ik zeg tegen dat mens, ik wil eigenlijk een job dat goed betaalt en dat je niks moet doen, behalve misschien tegen de mensen zeggen, dat kan niet. Met wat die zei? Dat kan niet. Ik zeg, ja, wel, uw job wil ik wel doen.